Hi, Mieke Maten hier van Wakker Worden met vlog nummer 225, de vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik graag een simpele oefening met je doen, die ervoor zorgt dat je zenuwstelsel kalmeert. Dus bij stress is je zenuwstelsel eigenlijk gewoon, sta je aan, hè, is overprikkeld. En door middel van deze oefening breng je meteen rust in je systeem, in je zenuwstelsel. Waarschijnlijk de spanning in je nek. Hè? Dus wat er vaak gebeurt is, op het moment dat we stress hebben, dan worden onze nek en schouders gespannen. Die spanning in je nek, die laat je meteen een beetje los met deze oefening. Dus dat is een fijn bijeffect. Het is heel eenvoudig. Wat je doet is, je plaatst je rechterhand bovenop je hoofd en je brengt je rechteroor naar je rechterschouder. Dus je laat je hoofd een beetje opzij vallen en dan merk je dat er de spier die hier langs de zijkant van je nek loopt, dat daar een beetje spanning op komt te staan. En wat je vervolgens doet is, je draait je ogen omhoog naar de linkerbovenhoek. Dus je kijkt links omhoog. En deze positie hou je ongeveer een halve minuut vast. Dus je hoeft niet met je hand je hoofd naar beneden te trekken. Het is gewoon, zeg maar, hoe ver je hoofd opzij kan richting je. Je brengt je rechteroor naar je rechterschouder. Je hoeft niet met je hand te trekken aan je nek, maar je zult merken dat er wat spanning komt op aan de rechterkant, die spier, die grote spier die hier aan de zijkant van je nek loopt. En je blijft naar de linkerbovenhoek kijken. Dus je kijkt links omhoog. En wat kan is dat je gaat zuchten, dat je een keer dieper ademhaalt. Of dat je de behoefte krijgt om te slikken. Dat zijn allemaal symptomen van een shift in je zenuwstelsel. Dus jouw zenuwstelsel gaat reageren door middel van een andere ademhaling of de behoefte om te slikken. Dat zijn allemaal prima tekenen. Misschien ga je gapen. Dat betekent dat je spanning loslaat. En dan breng je langzaam weer je hoofd omhoog naar de neutrale positie. Een halve minuut is het minimum. Je mag deze houding langer volhouden. Als er nog geen zucht of een gaap is geweest, blijf dan gewoon eventjes wat langer in die positie zitten. Totdat er iets gebeurt, iets verandert in je ademhaling. Of dat je echt zo'n slikneiging krijgt. Maar een halve minuut is zeg maar prima om mee te beginnen. Als je langer wil, dan mag dat. Vervolgens leg je je linkerhand bovenop je hoofd en je brengt je linkeroor naar je linkerschouder. En dan zul je merken dat er aan de rechterkant wat spanning op die nekspier komt. En je kijkt omhoog naar de rechterbovenhoek. En ook hier kan het zijn dat je gaat zuchten of dieper ademen. Misschien zelfs gapen. Of een slikbeweging krijgt. Allemaal subtiele tekenen van spanning die losgelaten wordt uit je zenuwstelsel. En je blijft deze positie ongeveer een half minuut volhouden. En als je dat langer wil, dan is dat natuurlijk ook prima.
En je brengt je hoofd weer rustig terug naar de neutrale positie. Nou, als het goed is, zul je merken dat je wat spanning in je nek hebt losgelaten. En wellicht heb je ook meteen het gevoel dat je iets rustiger bent dan voordat je deze oefening deed. Nou, je kunt deze oefening gewoon een paar keer per dag doen om wat spanning uit je lichaam los te laten en rust te brengen in je zenuwstelsel. Nou, ik hoop dat deze oefening je wat rust in je systeem brengt. Mocht je vragen hebben, kun je natuurlijk altijd eventjes contact opnemen via de website www.wakkerworden.nl. Als je deze informatie interessant hebt gevonden, doe dan even een duimpje omhoog. En als je vaker dit soort video's wilt ontvangen, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle ins en outs over stress en burn-out. Samen maken we de samenleving gezond, gelukkig en stressvrij. Ik hoop dat jij ook meedoet. Ik wens je een hele fijne dag en tot een volgende video. Doei doei!